Lalilou, je cocktail is klaar. Goed schudden. Sierlijke stof. Knip blanco's uit. Maai op een machine. Voilà, prachtige blouse. Deze stof is een echt juweeltje. Toekomstig corset. Zit perfect. Folie, het is stof geworden. Maak een rok. Tulle sleep ziet er magisch uit. Elsa, laten we naar ons werk gaan kijken. Prachtig, ik wil het passen. Wat vind je ervan? Fantastisch, versieringen toevoegen. Teken deze zilveren draden. Glanzende make-up. Zilveren Elsa ziet er prachtig uit. Elsa ging wandelen in het besneeuwde bos. Wat een heerlijk weer. Elsa, heb je je stijl helemaal veranderd? Je bent zilver. Ziet er gewoon uit. Kun je iets tevoorschijn toveren? Makkelijk, wat moet ik doen? Voilà. Maak mij ook zo. Weet je dit zeker? Ik kan het proberen. Wauw, ik ben verrukt. Laten we je weer normaal maken. Nee, ik voel me zo goed. Doei. Wacht, waar ga je heen? Maak de doos leeg. Knip het. Voeg een achterkant toe. Wauw, het is zilver. Span de kussens. Zacht en mooi. Ontwikkel de randen. Voeg poten toe. Beslag. Glimmende bank. Voor wie is die? Elsa was een boek aan het lezen. Amazing. Baby Bruni verveelt zich. Hij wil naast de prinses liggen, maar dat is niet comfortabel. Vriend, ben jij dat? Wacht, ik zal een plekje voor je maken. Hier, nu is er plek om te liggen. Bruni is blij. Olaf en Ruby komen de troonzaal binnen. Kijk eens wie er is gekomen. Ruby merkte Bruni meteen op. Kijk eens aan. Wat schattig. Olaf en Elsa zijn ontroerd. Elsa inspecteert de bezittingen. Waarom zo'n haast? Hey. Wat blinkt daar zo? Wauw, het is een ring. Kijk naar deze mist. Er is magie gebeurd. Lalilou, kun je helpen met de transformatie? Natuurlijk, ga achter het scherm staan. Klaar. Gebruik glanzende stof. Welke kleur moet ik kiezen? Wit. Verf mooie patronen. Het is een mooie rok. Laten we een atlas nemen. Schablonen. Schaar aan het werk. Pas het. Perfecte pasvorm. Maak de look compleet met een korset. Schattige haarspelden. Nieuwe make-up. Anna straalt als de zon. Ik zie er heel anders uit. Anna's magie verspreidde zich naar de fontein. Nu schittert hij ook in goud. Wonders. Misschien heb ik een nieuwe kracht. Alles rondom begon te smelten van Anna's warmte. Er liggen overal plassen. Ik moet onmiddellijk een bad nemen. Het is smerig. Overal slijm. Laten we dit bad wassen. Snijd de poten eraf. Bedek met goudspray. Versier met strassteentjes. Maak de poten vast. Neem een rietje. Het is ook goudkleurig. Maak een douchekop. Installeer sanitair. Baden in zo'n bad is een waar genot. Anna kwam thuis. Wat een dag. Alles is nat. En onder de modder. Ik ga warm water halen.
Dan kan ik me omkleden. Een bubbelbad. Ik ga eindelijk in bad. Dat is lekker. Schuimwolk. Anna geniet van haar ontspanning. Kijk, schuim begint alles te vullen. Oh, wat gebeurt er? Ik moet hier vandaan zwemmen. Heb ik dit allemaal gedroomd? Oh, het water is te heet. De politieagent reed op een paard. Hoi, dat is jouw paard. Dank je, ze heeft een nieuwe rol. Werk aan de hoeven. Verwijder de manen. Verf de vacht wit. Wauw, dit paard schittert. Zilveren hoeven. Pak een stuk stof. Maak draden. Een staart. Wat een luxe manen. Een zilver paard. Wie zal het geluk hebben om dit wonderlijke wezen te ontmoeten? Elsa ging wandelen. Wie is daar? Sneeuwbal kraakt. De sneeuwjacht bewoog. Iemand zit hier vast. Oh, een ding. Ik zal je bevrijden. Dat is beter. Paard, bedankt de redder. Goed paard. En een zilveren manen. Laten we een ritje maken. Mustang, Elsa sprong er bovenop. Luister, je bent een heel erg leuk paard. Wil je samen verder gaan? Elsa heeft een nieuwe vriendin. Er zit een dop in de tank. Neem een draad. Knip twee stukken af. Maak vast aan de pan. Maak een deksel. De set bevat een koekenpan en een steelpan. Bedek met een toverhoed. Wauw, alles is bedekt met goud. Koken wordt nog leuker. Anna kwam naar de keuken voor een snack. Ik heb honger. Misschien staan er lekkere hapjes in de koelkast. Hij is leeg. Tijd om boodschappen te doen. Anna kwam terug met volle tassen. Laten we beginnen met koken. Waar is mijn keukengerei? Een steelpan is hier. Hoe zit het met de rest? Hoe kwam mijn pan in de koelkast terecht? Waar is de pan? Anna, ik heb een stoofpot voor je gemaakt. Het ziet er niet eetbaar uit. Stuur het naar de gootsteen. Laten we bouillon maken. Dat zal lekker zijn. Gebakken eieren. Anna en Olaf koken veel lekkers. Laten we samen lunchen. Laten we de oude crème pakken. Open het deksel. Haal de franjes eraf. Knip een stuk draad af. Geef het vorm. Ik heb een onderdeel meegenomen. Het zal van pas komen. Draag kralen. Bedek met zilver. Teken continenten. Breng lijm aan. Maak de boog vast. Luxe wereldbol in de stijl van een zilveren prinses. Olaf bezoekt Elsa. We hebben lang geen avonturen beleefd. Geen probleem, laten we beslissen waar we heen gaan. Vrienden reizen over de hele wereld. Eerste halte, Egypte. Laten we inpakken. Zoveel spullen, waarom heb je dit allemaal nodig? Het zal van pas komen. Ze gingen naar de piramides. Oh, zo heet. Fototijd. Lieve Lalistad. Ik ben een perfect model. We zijn in Parijs. Zoveel mooie foto's. Het was een geweldige reis. Tijd om de volgende te plannen. Plastic flessen. Knip dit eraf. Een draad.
maak het handvat vast. Rietjes. Maak er een neus van. Bedek met goud. Een snufje glitter. Maak patronen. Voeg accessoires toe. Trol kwam naar de schattentuin. Mijn lieveling. Maar wat is het voor lawaai? Ik moet me verstoppen. Anna is hier ook. Wauw, interessante kist. Wat zit erin? Wat een mooie gieter. Ik wil net mijn bloemen water geven. Deze bloem is nu goudkleurig. Wonderen. Wat als ik de struikwater geef? Het resultaat is hetzelfde. Prachtige magie. Wat gebeurt er als de tuin water krijgt? Hier groeien verschillende groenten. Verbazingwekkend. Mooie vondst. Ik hoop dat de troll niet beledigd zal zijn. Laten we de schablonen voorbereiden. Maak een troon. Voeg textuur toe. Geef het reliëfkleur. Bestrooi met glitter. Velourstof, beklede zitting en rugleuning. Omwikkel met een touwtje. De troon schittert met kristallen. De plek past bij onze zilveren heerser. Elsa wacht op gasten. Hoi zus, perfecte timing. Wat dacht je van een heerlijk diner? Ik zal een tafel en stoelen voor ons maken. Ga zitten. Yes. Deze stoel is te gewoon. Mag ik ook een troon? Natuurlijk, zus. Geweldig, het is goud. Dank je, Elsa. Dames, jullie kok heeft ook iets lekkers meegebracht. Goed, laten we dan eten. Met plezier. De zussen eten. Al snel is de tafel leeg. Wanneer wil je een toetje? Oh, dat was snel. Bedankt, Olaf. Het was waanzinnig lekker. Wat een comfortabele troon. Ik kan hier heerlijk ontspannen en een dutje doen na het eten. Knip de kartonnen stukken uit. Maak een frame van de wasmachine. Knip de details uit. Maak een trommel. Plaats binnenin. Machine fonkelt met goud. Zet de deurhemisfeer in elkaar. Maak hier vast. En rij je knopen. Gouden wasmachine speciaal voor Anna. Wat een stijlvolle badkamer. Tijd om aan de slag te gaan. Waar moet ik beginnen? Moet je dit zien? Ruime machine. Stel de modus in. Het blijft wachten. Nee, het is klaar. Wat? Babydingen? Ik moet naar een dokter. Hallo? Ja? Alles komt goed. Onderzoek ze antwoord geven. Yes. Laten we naar je echo kijken. Gefeliciteerd. Je wordt binnenkort mama. Yay! Oh, ik ben blij. Wauw. Laten we naar het ziekenhuis gaan. Zal Anna een gouden baby krijgen? Maak kleurrijke stokjes klaar. Bouw muren. Het heeft een handvat nodig. We hebben de wielen. Laten we het stro erin gooien. Het is veel gemakkelijker om vracht te vervoeren in een kruiwagen. Anna en Christophe moeten werken met wat ze hebben. Lieverd, heb je het gehoord? De haan heeft honger. We moeten de kippen eten geven. Eten, eten. Help jezelf, vogels. Christophe dumpt het hooi. Oh, tijd om naar het ziekenhuis te gaan. Ze zijn ouders geworden. Onze mooie baby. Ik ben blij dat ons gezin gegroeid is. Tijd om de baby neer te leggen. Ze vindt het niet leuk. Oké, dan een nestje hooi. Wat te doen?
Ik heb een idee. Ik maak een kruiwagen. Ja, ik heb alles wat ik nodig heb. Oh, hij is zo vindingrijk. Bravo, Christophe. Schat, bewonder mijn werk. Laten we hooi toevoegen om het zachter te maken. Nou, lieverd. Vind je het mooi? Het meisje is blij. Prachtig en zo comfy. Laten we gaan. Ik wil onze dochter rondleiden. Maak een wieg. Yes, vallende bladeren. De overkapping was bezaaid met bladeren. De wieg ziet er fantastisch uit. Jack en Elsa zijn ook ouders geworden. Eindelijk is onze baby thuis. Ga liggen, lieverd. Het is tijd om te rusten. Wat is er aan de hand? Dit is de beste wieg. Ongelooflijk. Bladeren dwarrelen rond. De geest van de wind kwam te hulp. Er was een luifel over het bed. Kijk, ze viel in slaap. Ik denk dat de wind haar wiegde. Oh, bedankt. Stil, laten we haar niet wakker maken. Pak een spatel. We hebben een boog voor een schommelstoel. Verf het zodat het op hout lijkt. Kartonnen hoes. Je hebt de helft nodig. Laten we de borstel gebruiken. Laten we lussen toevoegen. Buig het handvat van de draad. Hang emmers aan de beide zijden. De juk zal helpen het water te dragen. Het dorpsleven heeft invloed op de baby. Je kan buiten spelen. En de vogels begroeten. Oh, mijn baby is vies. Oh, wat een klein varkentje. Oh, we moeten haar in bad doen. Ik zal wat water brengen, lieverd. Oh, dat is zwaar. Auw, ik viel. Christophe, ben je gewond? Oh, ik moet het zelf doen. Zorg voor de baby. Er is een vijver. Ja, hier is het. Laten we wat water scheppen. Oh, het is me gelukt. Nu moet ik alleen nog ervoor zorgen dat het allemaal weer meegenomen wordt. Lieverd, ik ben terug. Laten we het bad vullen en de kleine wassen. Klaar, het meisje is schoon en de ouders zijn blij. Hoi Lalilou, heb je gebeld? Kun je een oorbel lenen? Geen probleem. Bedek het met nagellak. Droog het even in de lamp. Laten we fopspeen toevoegen. Laten we de ketting rijgen. We hebben een stijlvolle fopspeen. Laten we de kleine blij maken. Elsa bracht de baby naar Olaf. Hé, maatje, wil je op mijn dochter passen? Ik moet even weg. Okay. Als de baby huilt, geef haar dan deze fopspeen. Natuurlijk, maak je geen zorgen. Ik zal op haar passen. Ciao. Wat een schatje. Wil je een sprookje horen van oom Olaf? Maak het je gemakkelijk. Er was eens in het koninkrijk Arendelle. Slaap je al? Zo snel. Dan ga ik ook liggen. Oh, fopspeen. Zo slaap je nog makkelijker. Oh, niemand zal het weten. Zijn slaap duurde niet lang. Oh, wat is er aan de hand? De baby is wakker geworden. Hoe kan ik haar kalmeren? Twinkle, twinkle, little star. Maar de baby huilt. Oh, begrepen. Je hebt de fopspeen nodig. De baby was eindelijk stil. Oh, ik moet het sprookje nog eens lezen. Wat zullen we kiezen? Knutselpapier. Laten we een envelop maken. Dingen zijn vee geworden. Laten we een boodschap schrijven. Stop het in een envelop. Waszegel. Laten we de envelop ondertekenen. Het verenkleed van de vogel opnieuw kleuren. Koekoe! De gevleugelde postbode zal de brief op tijd bezorgen. Elsa heeft haar zus gemist. Oh, Anna, lang niet gezien. Olaf! Ik ben hier. Laten we Anna een brief schrijven. Zeg maar wat erin moet staan, dan schrijf ik alles op. We nodigen je uit voor een bezoek. Blijf je bij? Ja. En mijn handtekening. Het blijft om te verzenden. Geef de brief aan Anna. Anna en Christophe zijn druk bezig in de tuin. Hier is de duif. Stil, ga weg. Oh, hij heeft een brief. Oh, het is van Elsa. Ze wil op bezoek komen. Yes, we gaan naar het paleis. Kam het imitatiebond. Knip het patroon uit. Versier met een glitterrand. Deze strassteentjes lijken op ijs. Deze opvallende jas zal iedereen indruk maken. Jack wil een cadeau geven aan Elsa. Misschien een wieg met een bloemenboog? Ik heb een beter idee. Een slee.
Ze heeft er zeker één. Dan een kat. Oh, dit is geen goed idee. Ze draaide zich om. Wauw, een prachtige vacht. Wow. Het is geweldig. Laten we meenemen. Elsa, niet gluren. Kijk. Wauw, het is zo warm en zacht. Wat een geweldig cadeau. Oh, Olaf, ik ben niet de enige met de nieuwe outfit. Ik kon het niet laten. Oh, jij aansteller. Alleen ik kan schitteren in een bontjas. Hou op. Open een kinderei. Schets het op Jute. Een paar comfortabele handvatten. De mand ermee omwikkelen. Alle groenten passen erin. Een zeer praktisch accessoire. Het is oogsttijd. Het is tijd om de grond los te maken. Oh, makkelijk werk. Goed gedaan, Christophe. Ik zal zaden planten. Laten we de grond bevochtigen. Wat een snelheid. De eerste oogst. Ik zal verzamelen. Kijk eens hoe goed ik ben. Oh, dwaas. Je hebt de kruiden geplukt. We hebben groenten nodig. Dat is grappig. Kom op. Alles is nuttig in het huishouden. Laten we het in de kar laden. Ze zal blij zijn met cadeaus. Laten we mijn zus bezoeken. Woe! Zet thee. Doop strokenpapier. Ze werden donkerder. Kristallen aan de zijkanten. Schrijf een toespraak. Maak een zwaard en sierlijk handvat. Wie krijgt de eretitel? Elsa en Jack wachten op de gasten. Hey, oeh, wat is er aan de hand? Christophe, ik heb besloten je tot ridder te slaan. Miranda, breng alles wat je nodig hebt. Met de macht die de kroon mij geeft, benoem ik je tot de ridder van Arendelle. Hier is je zwaard. En een mantel. Wauw, wat een eer. Gefeliciteerd, vriend. Anna, ik ben nu een ridder. Ik ben zo trots op je. Ze begonnen te dansen. Schattig boeket. Maak er een sleeframe van. Plaats de zitting. En vul het met synthetisch wintermiddel. En een bontjas. Voeg glijders toe. Laten we de magische eenhoorn optuigen. Deze slee is zo luxueus. Het is tijd om naar huis te gaan. De kar is aangekomen. Laten we de cadeautjes decoreren. Oh, er zijn er zoveel. De kar kon de bagage niet aan. Dat is niet goed. Het is goed, we lossen het op. Stop ermee, ik tover je een geweldige slee. Voilà, een luxe slee met een eenhoorn verscheen. Wow. Wat een schoonheid. Elsa, je bent een beste. Bedankt voor alles. Moeder legt haar dochter na zich neer. Reis voorzichtig. Nou, laten we gaan. Wow! We wachten weer op jullie bezoek. De zussen die over Arendelle heersen, hebben altijd in luxe geleefd. Ze dachten dat ze klaar waren voor hun leven. Hun schatkist is zo vol met kostbare dingen. De koninklijke kisten hadden stapels van de duurste juwelen. Maar op een keer kwam er een boze heks in de buurt van het kasteel. Ze werd jaloers op de meisjes en besloot ze te vervloeken met armoede. De magie werkte. En de zussen hielden niets over. Arme Anna's prachtige outfit veranderde in een rok gemaakt van blauw satijn. De stof is versleten. Het heeft de minste versieringen. Haar oude topje past erbij. Anna heeft een haveloze jas aangetrokken, zodat ze niet bevriest. Ze heeft maar één schoen aan één voet. Haar haar zit helemaal in de war. Ah, wat is er gebeurd? Anna is doodsbang. Al haar kleding is gescheurd. Ze voelt zich ellendig. Haar spiegelbeeld liet haar ook schrikken. Brrr, het is zo koud. Olaf heeft besloten het arme meisje een jas aan te trekken. Maar die is niet erg warm. Ze zal eraan moeten wennen. Mwahaha, laat eens zien hoe je ermee omgaat. Elsa verscheen uit de sneeuwstorm. Wat een prachtige bontjas. Ze zal er afscheid van moeten nemen. Maar de magie van de heks kent geen genade. Een gescheurde jurk vol met lapjes is alles wat ze krijgt. Ze heeft fijne armbanden in plaats van gouden.
Haar vest is bedekt met vuil en gaten. Oh, arme Elsa, je ziet er niet zo goed uit. Iedereen is geschokt. Misschien is het maar een nachtmerrie. Laten we gaan slapen en morgen is alles weer normaal. De meisjes gingen slapen en Olaf moest het zonder bed doen. Wiens deken moest hij nemen? Elsa zal het zeker niet koud krijgen. Maar ze had het zo koud dat ze wakker werd. Olaf, geef me mijn deken terug. Ik hoop dat ze het niet vindt. Ik hoop dat ze het niet vindt. Oh, en jij hebt het vuur niet aangestoken. De sneeuwman kwam dichterbij toen hij warmte voelde. Oh, geef het aan mij. Elsa trok snel aan de deken. Terwijl de vrienden samen warm worden, blijft Anna slapen, hopen dat het maar een droom is. Maak wat kartonnen stukken. Bouw er een open doos van. Bedek het frame en een deur met duct tape. En is een slot en een paneel met knoppen aan de buitenkant. Maak kleine muizen met grote oren van lichte klei. De muizen hebben alle planken van de kluis afgeplakt. Dit is hun nieuwe thuis. Toen Elsa wakker werd, besefte ze dat ze nog steeds warm waren. Anna, word wakker. Het is geen droom. Wat moeten we doen? We hebben niets. Waar moeten we aan denken? Juist, we hadden ergens een kluis met geld verstopt. Ze gingen samen op zoek naar de kluis. Onder het bed? Nope. Toen Elsa hem plotseling onder het andere bed vandaan duwde. Nu zal ik de code intoetsen. De deur ging open, maar ze vonden niet wat ze zochten. Er liepen alleen maar muizen binnen rond. Olaf besloot naar binnen te gaan. Ah, de muizen zitten nu op me. Ah! Elsa en Anna zijn zo overstuur. Ze hebben net hun laatste hoop verloren. Deze glazen pot zal van pas komen. Giet er aarde in en plant er dan een klein boompje in. Doe er een kurk in. Wikkelen bindgaren en maak een lus. Nu kan Anna haar plantje dragen als een tasje. De zusjes hebben legende gehoord dat er een goede heks in hun koninkrijk is. Misschien kan zij de vloek verbreken. Ze zijn onder de indruk van de mysterieuze sfeer in het huis van de heks. Kunt u ons geld teruggeven? Ik ben bang dat dat niet gemakkelijk zal zijn. Maar ik zal het proberen. Ze begon te toveren. Eerst reinigde ze de meisjes met een droge kippenpoot. Daarna gebruikte ze een gouden ei. Dat ziet er intens uit. Deze rituelen zijn eng. Mist begon uit te stomen. De vloek is er gedeeltelijk opgeheven. Maar om de vloek echt te verbreken, moeten de meisjes een magisch zaadje planten. Het koninkrijk zal beschermd zijn tegen droge periodes en de oogst zal groter zijn. Laten we het gaan planten. Oh, dit zal ons redden. Wij zullen zo goed voor jullie zorgen. Goed gedaan. High five. Olaf kwam naar de container om materialen te zoeken. Zal dit genoeg zijn? Laten we iets bouwen. Wikkel de handvatten in bindtouw. Highlight het onderste deel, zodat het op metaal lijkt. Laat het rauw eruit zien. Oh, wow. Oh, we moeten de grond voorbereiden. Maar Olaf trok er per ongeluk een plant uit. Oeps, het is de magische plant. Ik moet het terugzetten. Oh, het is niet gelukt. Olaf gooide het op de grond en rende weg. De meiden besloten te kijken hoe het met de jonge boompjes ging. Oh nee, het is gescheurd. De grond ligt overal. Wie kan het gedaan hebben? Graaf een dieper gat. Wat moet ik doen? Help me! Oh, we hebben goed werk geleverd. Laten we rusten en een oogje in zeil houden. Knip de fles en maak openingen. Vraag je ouders om hulp. Verf het bruin en voeg zwarte druppels toe. De ketel heeft een handvat. Maak een schuimspaan, zodat het makkelijker is om eten te pakken. We zullen zulke lekkere hapjes koken. De meiden besloten om een gratis ontbijt te organiseren. Er stond een rij van mensen die honger hadden. Hallo. Olaf rook het en kwam zijn portie halen. Maar hij verloor zijn wortel in de pot. Dit meisje heeft pap met een verrassing.
Hey, die is van mij. Hier, ik heb de materialen gevonden. Maak iets. De ring is klaar. Voeg nepleer toe aan een frame. Maak de tamboerijn af. Er hangen betoverende belletjes aan de draden. Dit instrument is al eeuwen in de familie van de heks. Elsa, sla erop voor Lalilu. Oh, het is zo warm. Ik wou dat het regende. Ik weet hoe het ons kan helpen. Elsa rende weg en kwam terug met een tamboerijn. Haha, geloof je echt in magie? Het zal niet werken. Je moet het gewoon geloven. Elsa begon om de tamboerijn te slaan en een regendans te doen. Toen hoorden ze plotseling donder. Anna was zo opgewonden. Laten we er samen op slaan. Eindelijk begon het te regenen. De planten zullen dit geweldig vinden. Het is een goed teken. Alles wordt beter. Gebruik oude stoffen en synthetische vulling om een vogelverstikker te maken. Vul de ballen voor het hoofd en het lichaam. Een grappig gezicht zal de vogels op afstand houden. De zaden zullen gered worden. Jullie doen het geweldig, maar hoe beschermen we de oogst tegen ongedierte? Onze vogelverstikker zal helpen. Olaf was verbijsterd door de schoonheid van de vreemdeling. Oh, mooie dame, waarom heb ik u niet eerder gezien? Mooie meiden hoorden niet alleen op het veld te zijn. Maar de vreemdeling negeerde hem volkomen. Neem dit boeket als een teken van mijn liefde. Niets? Wil je dan dansen? Een windvlaag en Olafina begon te bewegen. Oh, ik zal je hart doen smelten. Snap, snap, snap. Knip een rietje en maak het vast aan het hoofddeel van een gieter. De draad gebogen om een handvat te maken. Dek het af met een deksel. Versier de zijkanten. Olaf was van streek dat hij op het veld aankwam. Hij had niets, alleen zijn wortel. Oh, die zal ik moeten weggeven omwille van mijn volk. Hij duwde het in de grond. Geef het water. Wauw, de gieter bleek magisch te zijn. Olaf was echt verbaasd toen het veld bedekt was met wortels. Wow, ik ben een geweldige boer. Verf de helft van een LOL-ei wit. De kruiwagen is groen aan de buitenkant. Maak een frame van ijzerdraad en wielen. Gebruik lichte klei om zachte handvatten te maken. Hoewel deze kruiwagen onder het vel zit, past er heel veel in. Je kunt een overvloedige oogst als deze niet in één hand dragen. Olaf moest een kruiwagen halen. Nu zit hij vol wortels. Anna, Elsa, kom hier. Wauw, wat heb je dat goed gedaan. Je hebt een geweldige oogst binnengehaald. We zijn trots op je. De meiden begonnen hem te dragen en noemden hem de wortelkoning.